Een motorrijder is met hoge snelheid ingereden op een tankstation in Elst. Het incident houdt verband met een brand bij een woning die daaraan vooraf ging. Goedenavond en verder. Grote verontwaardiging bij podiumtheaters in Gelderland. Ze krijgen geen cent subsidie uit het Fonds Podiumkunsten. Er is 21 miljoen euro uitgedeeld en bijna alles aan theaters in de Randstad. Het is wel verstraling van Oost-Nederland op deze manier. En 15.000 ton aan poep- en plasluiers. Een fabriek in Weurt maakt er biogas, kunstmest en plastic van. In Huissen zijn in de vroege ochtend 3 woningen ontruimd na een brandgevaarlijke situatie. En even later in Elst schoot een motorrijder met hoge snelheid door een rolluik van een tankstation. De politie vermoedt dat beide zaken met elkaar te maken hebben. Een oplettende vrachtwagenchauffeur ontdekte vanmorgen in alle vroegte dat er iets mis was in de Nijverheidsstraat in Huissen. Er zou sprake zijn van een brand. Buurtbewoners werden op de hoogte gebracht en belden vervolgens de brandweer en politie. In het huis bleek een gevaarlijke situatie te zijn met mogelijk munitie. Daarop is de EOD ingeschakeld, die zijn gaan kijken en gezorgd hebben dat de situatie weer veilig werd. Zo'n 20 minuten na de melding in Huissen reed een motorrijder met volle vaart een nog gesloten tankstation bij Elst binnen. De motor is door de rolluiken naar binnen geschoten en tussen de schappen terechtgekomen. De man die in het huis hier achter mij woont is vermoedelijk dezelfde man die met een motor een tankstation aan de A325 binnenreed. De politie onderzoekt het verband tussen beide incidenten. De man werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is ernstig gewond. Ja, zojuist is duidelijk geworden dat de motorrijder die het tankstation in Elst is binnengereden de bewoner is van de woning in Huissen waar vanmorgen brand was. Grote verontwaardiging bij podiumtheaters in Gelderland. Geen van hen heeft geld gekregen van het Fonds Podiumkunsten voor de komende 4 jaar. Het fonds heeft 21 miljoen euro uit te delen. En dat geld is vooral naar theaters in de Randstad gegaan. Het oosten van het land krijgt geen cent. Het is nu een soort witte vlek wat betreft het Fonds Podiumkunsten dan. En dat, dat vind ik nogal heftig. Het is wel verstraling van Oost-Nederland op deze manier. Theatergroep Echo had 125.000 euro gevraagd. Muziektheater De Plaats 2 ton. Verbijsterd zijn ze dat ze niets hebben gekregen van het Fonds Podiumkunsten. Er was 21 miljoen euro te verdelen. Geld dat het Fonds van het Rijk krijgt. Meer dan de helft gaat naar Amsterdam. Rotterdam en Utrecht krijgen ook een flink bedrag, evenals Den Haag. Alle regio's krijgen in feite wat. Alleen regio Oost krijgt helemaal niets. In Arnhem zitten veel podiumkunsten. De gemeente is verbijsterd over de keuzes van het fonds. Want nou valt een belangrijk deel van de subsidie weg en daarmee komen gezelschappen eigenlijk heel erg tekort. En dat er in heel Oost-Nederland geen honorering plaatsvindt, vind ik eigenlijk wel heel erg triest. De wethouder gaat na de zomer kijken of er nog iets aan te doen is. Het fonds zegt dat ze zich realiseert wat de impact op de sector is, maar geeft aan dat er niet naar vestigingsplaats is gekeken. En dat er deze keer 15 miljoen euro minder te verdelen was. Voor de theaters in Gelderland is dat een schrale troost. We hebben het echt nodig ook. Het is gewoon een mooi medium, theater en muziek. Dus wij zijn net zo belangrijk natuurlijk eigenlijk. Ze zijn ook bang dat aankomend talent naar Amsterdam gaat trekken. Dat vrees ik wel, dat wel een leegstroom zal veroorzaken. Wie kleine kinderen heeft, gooit er per dag heel wat van weg. Luiers. De bergen afval die werden in het verleden altijd verbrand, maar dat is verleden tijd. Want na een testfase gaat afvalverwerker ARN in Weurt luiers voortaan recyclen tot kunststof, meststoffen en biogas. De luiers liggen klaar bij Kinderopvang De Kroon in Nijmegen. Er gaan er heel veel doorheen op een dag. Ik denk wel 60 luiers per groep, maal 5 is 300 luiers per dag. De luiers worden nog niet gescheiden in het afval, maar dat kan binnenkort veranderen. Bij de ARN in Weurt zijn ze klaar voor de recycling van luiers. We hebben nu 1 reactor, daar kunnen we 5.000 ton in verwerken. En in de toekomst kunnen we dadelijk 15.000 ton verwerken. En dat komt overeen met 75 miljoen luiers per jaar. Die luiers die worden zo in die invoertrechter gebracht. En dan eigenlijk met een hele grote pomp, via een leiding die daar achter die wand loopt, in de reactor gepompt. Dan komt er stoom op, hoge drukstoom. Kun je ook zien. Op het wijzertje, die staat op 44 bar, dus hoge druk, 250 graden. Alles wordt geroerd En de hele inhoud, dus die luiers, die smelten helemaal. Het wordt een vloeistof met plastic klonters. Deze korrels zijn geschikt voor verdere verwerking. Er gaat helemaal niets verloren. Nou, luierrecycling betekent dat we van luiers uiteindelijk meststoffen maken, groengas en kunststoffen waarbij we dit soort producten kunnen maken. En de vloeistof wordt verwerkt tot biogas en deze vloeibare kunstmest. De Achterhoekse band Normaal laat van zich horen met een nieuw studioalbum. En alles lekker op het eigen tempo. Nee, ja, gadverdamme, nee, helemaal niet. Nee, nee, no more deadlines. In Gelderland zijn in een week tijd 78 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM. Het aantal besmettingen ligt hoger dan een week geleden. Toen was er sprake van 44 nieuwe besmettingen. Van nieuwe ziekenhuisopnames en sterfgevallen was geen sprake in Gelderland. In landelijk opzicht wel. Het ging om 28 ziekenhuisopnames en 3 sterfgevallen. Donderdag geven premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vanaf 7 uur een persconferentie. En daaruit zal blijken of er aanvullende en regionaal ondersteunende maatregelen worden aangekondigd. Gouden sieraden, ruim 100.000 euro en een Rolex-horloge. Een 33-jarige man uit Veenendaal die wordt ervan verdacht dit in januari te hebben gestolen uit een huis in Apeldoorn. Het Openbaar Ministerie heeft nu een half jaar celstraf tegen hem geëist. Er is ook een tweede verdachte in de zaak, maar het is nog niet bekend of die al is opgepakt. Het heeft lang geduurd, maar over zo'n 2 weken kan gemotoriseerd verkeer voor het eerst over het nieuwe asfalt van de Nijmeegse Waalbrug rijden. Vanaf maandag 17 augustus kunnen 2 rijstroken door auto's en motoren weer worden gebruikt. En 1 voor de stad in en de andere voor de stad uit. Het weekend daarvoor is de brug nog volledig afgesloten. Dan wordt de beleiding op de weg aangebracht. Van de bogenschilderen komt het voorlopig niet meer. Onlangs werd bekend dat dit veel te kostbaar uitpakt vanwege het kankerverwekkende Chroom 6, dat op de brug is aangetroffen. Het Sonsbeekpark in Arnhem heeft er een nieuwe natuurlijke attractie bij. In de vijver tegenover de bekende Witte Villa zijn sinds kort tientallen joekels van vissen te bewonderen. Het zijn enorme karpers die veel bekijks trekken. Ik heb ze nog niet geteld, maar ik denk dat het er wel een stuk of 15 of 20 zijn. Ja, een paar mooie karpers, een mooie groep. Ja, je ziet gewoon mooi zwemmen, prachtig natuurlijk, in het wild. De grote karpers in de vijver van het Sonsbeekpark zorgen voor blijde gezichten. Door het heldere water zijn de vissen goed te zien. En dat terwijl er eigenlijk geen vissen in horen te zwemmen. We hebben een aantal jaar geleden de vijver helemaal weer schoongemaakt en uitgebaggerd. En toen hebben we er alle vissen uitgehaald. Dus deze vissen zijn teruggekomen. Dat hebben ze hoogstwaarschijnlijk niet uit zichzelf gedaan. We vermoeden, want je mag hier nergens in de parken vissen, maar dat er karpers gevangen zijn en door de vissers hier in uitgezet zijn. Dat de vissen er zwemmen is geen probleem. Volgens de parkbeheerder zien de vissen er gezond uit en is de vijver lang en diep genoeg. Hoeveel vissen er precies zwemmen is lastig te zeggen. Nou, ik ben nog bezig, maar er zitten heel veel vissen in. Ik heb ze niet geteld nog, maar in zijn geheel dan. Maar er zit wel heel veel vis in, dat geloof ik wel, ja. En de vijver, die doet zijn naam eer aan. Het heet de Karpervijver en zo blijven we nog wel een tijdje noemen. Vandaag, precies 75 jaar geleden, was het groot feest op Paleis Soestdijk. De koninklijke familie was terug in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. En 2 dagen daarvoor waren ze op vliegveld Teuge geland, waar prins Bernhard met zijn gezin herenigd werd. De moeder van Siska IJsseldijk die plukte bloemen voor de prinsesjes. Een ontmoeting waar ze haar hele leven warme herinneringen aan heeft gehad. Land op het vliegveld Teuge bij Apeldoorn, het vliegtuig Rotterdam. Met haar koninklijke hoogheid prinses Juliana en de kleine prinses Margriet aan boord. Voor mijn moeder was het een hele grote dag. Eigenlijk een dag die begon, als alle andere dagen, op het land werken met z'n allen. En op een gegeven ogenblik kreeg ze in de gaten. Er is iets gaande, het is hier te druk, er gebeurt van alles. Als ze hoort dat de prinsessen in Teuge gaan landen, bedenkt de dan 30-jarige Greta zich geen moment. Ze plukt oranje goudsbloemen als teken van verzet en laat de meisjes die bij hun wonen om aan te sterken die aan de kleine prinses Margriet geven. Greta zelf is alleen op geen enkele film of foto te zien. Ze waren op het land aan het werk en dan vindt ze zelf dat ze daar niet op gekleed waren. Dus ze plukte gewoon die bloemen en dacht van, nou, die meisjes, die doe ik gewoon een mooie witte strik in de haar. En die laat ik daar gewoon naartoe gaan. Typisch mijn moeder. Tijdens de herdenking in 1985 ontmoet Greta Juliana. Dochter Siska is dan mee. Het was net of ze elkaar al jaren kenden. Het was heel mooi. Heel mooi. En mijn moeder had dus weer goudbloem meegenomen. En die heeft ze aan prinses Margriet gegeven. En die vroeg aan haar, wilt u mij dat verhaal nog eens vertellen, hoe dat gegaan is? Want ik was eigenlijk veel te klein. Een hele mooie dag. Mooie herinneringen aan. Mevrouw IJsseldijk zei na het vertrek van de prinsessen net zo onder de indruk te zijn geweest als 40 jaar geleden. Ik had het gevoel van, we horen toch allemaal bij elkaar. Datzelfde gevoel dat ik ook in de oorlog had. En dat past bij haar. En nu op weg. Normaal werkte aan een nieuw studioalbum. Voor het eerst sinds 8 jaar. De bandleden uit De Achterhoek zijn in de coronatijd de Man Cave van frontman Benny Jolink ingedoken. Omdat muziek maken wat verlichting biedt in deze crisisperiode. Maar daar rollen nu dus ook nieuwe nummers uit. Een akelig virus, dat kreeg ons niet klein. Wie hukken nou doen, maar wie hollen het klein. Op Hemelvaartsdag hield Normaal een speciaal thuisconcert in het Klein. Omdat door de coronacrisis hun concert in Lochem niet kon doorgaan. Het samenkomen en muziek maken beviel de bandleden zo goed dat ze sinds die tijd ook samen de studio indoken. En nou, dan zijn we dus een paar dagen in de week bezig om, aan onze nieuwe plaat. De nieuwe plaat begint al aardig vorm te krijgen. Tot nu toe hebben we 12 liedjes. Er staan ook een paar stevige nummers op. En nog 2 oude nummers van de begintijd. Maar ook wat beschouwelijker, ook wat relaxter zou je kunnen zeggen. De nummers zijn er al, maar toch is het album volgens Jolink nog lang niet af. Een streefdatum is er dan ook niet. Nee, ja, broer, gadverdamme, nee, helemaal niet. Nee, no more deadlines. Nee, absoluut niet. Ik ben bijna 74, dus dan wil je dat soort dingen niet meer. Het gaat meer om de bezigheid, dat je iets te doen hebt. Hey! Ja, inderdaad, lekker relaxed. Dan nog het weer. Zon en stapelwolken die wisselden elkaar af. Vannacht is het helder en bij weinig wind daalt de temperatuur naar 10 tot 13 graden. Lokaal kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt op veel plaatsen de zon volop. Als stapelwolken ontstaan, gebeurt dat op de Veluwe en in de Achterhoek. De temperatuur loopt naar zomerse waarden tussen 26 en 28 graden. En daarbij waait een matige zuidwestenwind. In de dagen daarna dan wordt het nog warmer met vanaf donderdag maxima ruim boven 30 graden. Ook zondag kan nog een flink hete dag worden. Al ligt koele lucht vanuit het noorden op de loer. Dat is over het Gelders nieuws. Op onze site en app leest u meer over de verboden wedstrijd van de Graafschap door burgemeester in Deventer. Op 6 september zouden de Doetinchemmers een uitwedstrijd spelen tegen Go Ahead Eagles, maar dat duel gaat niet door. En waarom niet, dat leest u op god.nl. Mooie avond verder.